Maar je hebt wel weer even zin in om dus even naar de heren te gaan? Ja. Gezellig. Dat is mooi. Dat is meegenomen. Schat. Oh, oké. En wat sparen ze dan? Of wat heb je mee? Die broodjes, zeg maar. Die gisteren gaan dan. Ga kijken. Leed, kom. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag, zondag, 18 september 2022. En het is nu 1:30 in de middag. Ja, en deze wou het ook even zeggen. En dan heeft deze nog. Kom maar, hi kerel. Hi Spido. En dan hebben we Lady daar liggen. Ja. En even zo de hondjes uitlaten. Ik ga Roos over wegbrengen. En er zijn twee bekende YouTubers hier in de buurt bij Wassenaar. Voor de Tina Festival. Proberen of ik hun kan spotten. Probeer ik. En Roos wegbrengen. En ik wil eventjes met Lady iets doen. Maar ik weet niet of Lady dat fijn vindt. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, nou, ik ben weer thuis van het hond uitlaten en dan zeggen heel veel mensen, oh het regent, het is baggerweer. Ja, het is ook niet altijd even fijn om in de regen te lopen, nee, daar ben ik eerlijk in. Maar na deze warme dagen en na de warme zomer is het wel weer even lekker, ja. En ik zei dus dat ik even eigenlijk zou gaan kijken bij twee bekende YouTubers. Maar helaas, dat gaat dus al niet meer worden, want... Ze hadden zaterdag en zondag van 12:20 tot 13:20. Ja, nou, dat is bijna. En dan de andere, die heeft zaterdag van 16:10 tot 16:40. En dan zondag van 12:40 tot 10:01. Ja, nou, dat gaat hem dus al niet meer worden. Nee. Maar ja, helaas, pinnekaas, maakt niet uit. Misschien volgend jaar weer beter. Ja hoor, vindt helemaal niet erg. Dus nee, ik ga dus zometeen Ro naar huis brengen. Wat ik dan ga doen, weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Ja, sowieso als ik Ro weer ophaal, dan ga ik Lady meenemen. Want ik wil wel het namelijk filmen. En dan kan Ro filmen en ik Lady wil lekker mooi schoonmaken. Ja, degelijk. Dus, en dat wordt dan de eerste keer in zo'n dok was, zeg maar. Dus ik weet niet hoe het werkt, et cetera. Maar... Haar vacht, dat mag wel weer even een lekkere schoon... Ja, gewoon eventjes een schoonheid... Schoon... Ja, ik weet even niet hoe ik uit moet komen, maar het mag wel weer gewoon even lekker fris worden. Ja, en dat heeft ze ook wel verdiend. Zeer zeker. Dus alleen ze houdt er hier niet van als ik hier haar eronder doe. Dus we gaan het meemaken hoe ze daarop gaat reageren. Dus ja, dat zeker. Maar wat ik voor de rest ga doen vandaag, ik weet het niet... Ik ga een einde doen, maar dat gaan we vanzelf wel merken. Zo, ik ga Ro even wegbrengen naar de jongens toe. En hoe voel jij je vandaag, schat? Koud en nat. Hoezo, vertel. Het regent. Ja, maar ja. Nat geworden, dat is koud. Ah, wel nee, dat is helemaal niet koud. Nee hoor. Het is koude regen. Geniet. Ja, even lekker doorrennen. Helemaal goed. Helemaal goud. Dus, maar je hebt wel weer even zin in om dus even naar de heren te gaan? Ja. Gezellig. Ja. Dat is mooi. Dat was je meegenomen, zegt hij. Oké. En wat sparen ze dan?
Of wat, of nog wat heb je mee? Die broodjes, zeg maar, die gisteren gehaald had. Broodjes? Ja, broodjes van de ACTL. Ik had eruit gehaald. Eentje gisteren is af nog opgereden. Even. En twee meegenomen. Oh, van even die marsepein bedoel je? Die broodjes, ja. Oké. Die. Ja, dat noemen we dus marsepein dingen. Ja, het zijn broodjes. Broodjes. Broodje. Zijn dat broodjes, jongens? Ja, ik kan niet weten. Ja, de vorm van een broodje. Zo'n lange, platte staaf. Met een bocht erin. Wordt een broodje genoemd. Wordt dat een broodje genoemd? Ja. Oké. Wist ik nog niet, maar dan weet ik dat dus nu. Het heeft de vorm van een brood. Er zit geen deegje, maar het is een broodje. Nee, ja wel. Want anders heb ik zo meteen met hem in die put te handelen. Kijk, je weet hoe een gewoon brood eruit ziet. Ja. Aan de rechterzijkant, de voor- en achterkant en een bolling erop. Soms zit er een knip in. Ja. Vraag je dit zo. Dit is dus een ronde vorm met ja, broodvormen, zeg maar. Dus dat wordt een broodje genoemd. Oké, nou dan hebben jullie ook weer wat geleerd. Ik ook. Goh, zo. Kom er niet uit vandaag. Niet. Nee, joh. De deur even opdoen, dan kom je eruit. Nee, op die manier bedoel ik niet, nee. Maffie. Nee. En dit verkeersbord snap ik ook niet. Het lijkt of een vrachtwagen die uit een hamerbrug slagen. Ja, maar dat is met schuine bomen. Pas op. Nee. En dat er een boom dus schuin staat, dus kijk uit. En dat je dus niet al te hoog bent of wat dan ook. Zo, oké. Nou, en gisteren bleef je tollen, zeg maar, eventjes. En terwijl ik gewoon ook op deze manier opstartte, zeg maar. Nou, dat is rustig. Dat is rustig. Ja. En toch, ik kwam even niet verder in één keer, pats! Hoe dan? Dan heb je geen grip in je binnen. Grip. Nee, niet grip. Grip. Nee, met een G. Niet met een K. Niet grip. Ja, maar jij spreekt het heel anders uit dan ik. Ja, zoals het hoort. Nee. Want hoe zeg jij het? Van grip. Hoe? Grip. Ja, maar ik zeg grip. Ja. Grip. En ze noemt zeker ook sham. Nee. Jam. Sham. Gewoon sham. Jam. Jam. Nee joh. Een jam sessie. Een jam sessie. Een drum. Ja. Je kan een jam sessie. Wat zit er eigenlijk nog in mijn tank? 120. 140. Nou, 20 bij. Dat is mooi. Nou, ik had 190 hoor, gisteren schat. 120. Ja, ik mag jou nou niet inhalen. Blijf wel op jouw helft hoor, rijden vriend. Daar ben ik heel, heel makkelijk in. Want ik haal jou niet in, nou en nou niet in hoor. Als je rechts af aangeeft, dan mag het je wel. Ja, ik wel nu. Maar... Dat vinden heel veel automobilisten niet leuk. Hoe een beetje ik... drukker hier. Zo! Iedereen weer vanuit Wassenaar hier naartoe. Allemaal bij de Mali. Tina geweest. Jeetje, Seat. Het is een oude, denk ik. Ibiza. Het is denk ik een Ibiza. Hoi, meneer. Ja, dat is een Ibiza, ja. Nou, een boom, nee hoor. Hoezo? Nog een Seat. Een witte. Ja, en dit is een. Ateca, denk ik. Even kijken. Nee, Arona. Arona, Ateca, Alhambra. Nee, luister. De Arona en de Ateca, en dat is een hogere. En de Alhambra? Alhambra. Wat is dat nou weer? Een busje. Weet ik veel. Ja, jij weet veel. Nee, dat weet ik niet. Al die Seat's met een A erin. Ja, en doorrijden met die Nissan Qashqai. Ik hoop meer dat het geen Aleon is. Jezus. Dag, denk ik echt nou serieus dat ik daarop ga wachten. Toch maar dan. Wordt het zo. Jeetje, mina. Opa. Nou, het is geen opa, maar ik ga dan echt niet op achter zitten anders. Niet. Kijk, nee, ik niet. Ik kan daar niet tegen. Kijk, hartstikke fijn.
En dan ga ik gelijk naar deze kant toe. Nog een Seat en FR nog wel. Ja. Tegenwoordig zijn alle Seat. En dat is ook een Ibiza. Maar oké, ik ga Ro weer even inderdaad even wegbrengen. Ik krijg vanzelf wel een berichtje wanneer die klaar is. En als die klaar is, neem ik ook gelijk Lady mee. Dan gaan we Lady wassen. Ja. Nou, ik heb dit dus nog in mijn tank zitten. Ja. En ik heb hier dus nu nog twee streepjes over. Nou, dat wordt dus zo meteen anders. Want ik sta weer bij mijn favoriete tankstation. Ja. Ik heb weer getankt. Ja, er zit nu alweer 780 in de tank. Ja. En ik schrijf ook al echt alles altijd hier op het papiertje. Dus ja. En weet je wat ook zo leuk is? Mijn vriendje. Oh, ik vind hem zo lief. Hij is altijd zo schattig. En ja. Ik krijg dit dus mee. Deze. Lekker. En Ro die vindt hem ook apart. Maar Ro die vindt hem ook lekker. Misschien binnenkort heb ik een samenwerking. Ook met deze tankstation. Erg leuk. Hele vriendelijke mensen. Moet ik even kijken wat we eruit kunnen slepen. Maar ik moest mijn naam even opschrijven. En dan gaat hij me ook volgen. Leuk man. Ja, leuk jongens. Echt waar. Hartstikke wel. Geweldig. Ik ga nu even, gewoon nu weer gaan rijden. Dat lijkt me een hele goeie. Jee, en hij... Even zwaaien naar hem. Oh, wat leuk dit. Zo, ja. En ik heb nou een vrachtwagen voor mijn neus. Kijk, check dit. Ik heb gewoon een vrachtwagen voor mijn neus. Ik heb er nou zelfs twee voor mijn neus. Ja. Dat is handig. Een vrachtwagen voor je neus hebben. Welke kant ga je op? Millingen aan de Rijn in de Nederland. Molenveld 2628. Oké. Okay. Daar! Kijk, ik rij met hem mee. Doe dat nou maar niet, want dat win je niet. Ik ga dat niet winnen, denk ik, jongen, van hem. Ja, joh, ik blijf er lekker achter en vind ik leuk. En daarbij, ik heb nou een zweet achter mijn neus. Ik ga even wat in de auto ready maken voor Lady. Zodat Lady zometeen mee kan in de auto. Lijkt me een hele handige. Ja. Tralali. Ik moet deze weer omgekieperd worden, denk ik. Ja, en nou doe ik het goed. Ja. Nou doe ik het helemaal goud. Hoop ik zo.
dat ik het goed doe, zeg maar. Ja, ik doe het goed, ik doe het goed, goed, goed. Moet deze even losmaken. Ja, allemaal weer zo'n voor- en nadelen, hè. Honden hebben. Maar ja, maakt niet uit, hè. Voor mij niet, hoor. Of heb ik het nou... Haha, doe het nou serieus gewoon fout, hè. Oh, wauw, serieus? Ja, ik doe het gewoon nou gewoon weer... Ah, wel ja, je loopt tegen iemand anders aan en niet tegen mij. Zo, heel fijn deze. Zo, die zit nu goed. Dan moet ik deze doen. Ja. En dan moet ik deze hier tussendoor knallen. Ja. Zo. Dan kan Lady zo meteen lekker mee. Ja. Zo. Deze vastmaken aan deze kant. Helemaal goud. Top. Deze gelijk even hier naartoe. Aan de achterkant. Zo. En dan deze weer vast hier. Zo kan het even voet in de aarde. Maar dan heb ik wel weer een goede steentje. Zo. Dat is ook weer geregeld. En nu heb ik dus dit hier zo. Ja. Dan kan Lady zo meteen gewoon mooi mee. Yay! Joepie. En dan pak ik even mijn eigen autosleutels. Jee. Hola, die. En mijn jas ook mee. Helemaal gehaald. Zo. Top. Ik heb Lady mee, jongens. Yes. Lekker. Lady ligt dus nu ook achterin bij mij. Ook helemaal top. Ik zal even internet even aanzetten. Ja, want hij wil even nog niet wat ik wil. Zeg maar. Ja, nee, kom. Ja, komt u maar. Ja. Lijkt me een hele handige. Kom. Kom op. Serieus? Lekkere leed. Ik moet gewoon weer eventjes wat doen. Oh, kan het weer niet? Tuurlijk, het zal weer niet zo wezen. Er zit weer ergens een breuk in mijn dingetje. Wat ik wil. Maar dat maakt niet uit. Laat maar. Weet je? Komt vanzelf wel goed. Nou, ik ga even kijken waar Ro uithangt. En dan ga ik richting Ro toe. Helemaal top. Helemaal geweldig. Ja. Ja, wat is dat, hè? Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal, Donny? Ik vind het zo leuk. Wat is dat, Leed? Ga je mee? Ja, wat heb je allemaal, hè? Jij ruikt nou zoveel. Ja, ik draai al om jou heen, hoor, schat. Rustig, hè? Rustig. Rustig. Ga kijken. Leed, kom. Ga kijken. Ja! Kom dan. Ga kijken. Kom. Ga kijken dan. Leed. Kom. Ga kijken. Leed, kom. De deur zult er wel dicht staan. Dat gaat niet wel. Ja, maar het gaat niet. Kom. Kom. Deur is lekker dicht. Gaat er weer.
gewoon een eentje? Ja, dat ga ik doen. Ik heb ook een mogelijk. Heb je de deur dicht? Oh, hier. Kom, 1, 2. Lady, kom. 1, 2. Lady, kom. Ja, 1, 2. Kom. 1, 2. 1, 2. Ja, 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 kom, kom. Moet je helpen? Leed, kom eens hier. Kom, 1, 2. Ja, 1, 2. 1, 2. Zo. Dan moet die los. Die daar naartoe. Die even daar. Zet vast. Wat kan er gebeuren? Normaal is dat dus met een halsband, maar ik heb geen halsband voor. Zo. Dat komt schuin op te staan. Ja, dat is fijn. Hallo, welkom bij de iClean Blogwatch. Waar moet ik starten? Waar staat start? Shampoo. Masseer door de vacht met de hand. Ongeveer 2 tot 4 minuten. Stil. Kom eens hier, schat. Blijf. Ik meen het. Blijf. Conditioner, that's more conditioner, moisturizer.
get rid of your dog and your healthy coat for washing your cars. Why did you do that? Zo. Ja, goedemorgen, dame. Hey, kom eens hier. Mag ik erbij, Leed? Ja. Ja, en je hebt ook nog cleaning van rare beestjes. Ja, die komen zo op. Die wisten ze op jou. Thank you.
Zo, jonge dame. Hé. Hey. En eigenlijk moest ik je vastmaken, maar ik heb het niet gedaan. Hé. Hey. Oh, kom hier. Schone meid. Schone meid? Ben je wel lekker schoon, hè? Zeg maar alleen, ik vond helemaal niks. Nee, dacht ik al. Het kan ook zijn dat ik de accu weer even goed... Kijk, dan valt hij uit. Ja, dan valt hij weer uit en dan daar. En dan gaat hij weer dit doen. Dan gaat hij weer dat doen. Vindt hij het even leuk. Om te etteren. Zijn er wel op het ding? Zijn er wel op het ding? Ja, dat moet ik weer hebben. Het wil weer eens een keer niet met mijn USB-poorten / mijn radio. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Ik moet het even herstarten zometeen en we gaan het even bekijken. Want jullie hebben het ook kunnen zien wat mijn telefoon / flitsmeister doet. In één keer aan, uit, aan, uit, aan, uit. Het staat op beeld, dus dat vind ik heel, daar ben ik heel blij mee. Dus, maar ik heb alweer even contact gehad met de expert op softwaregebied van Nederland. Ja. Dus die zegt van even restarten zometeen mijn radio, dus dat ga ik ook doen. Maar nu zijn we weer even ergens. Zoals jullie kunnen zien... Waar zouden we anders naartoe gaan? Je ziet er wel heel erg lekker uit. Heel erg lekker. Er staat nog niet eens de prijs bij. 22,9. Hé, hey, schat. Hallo. 22,9. Dat is het nog niet eens. Beetje jammer. Maar het is wel lekker. Mokka. Nee. Hé, hey, ik zeg mokka is wel lekker, maar ik mag dat niet hebben. Het is allemaal wel lekker, maar dit mag ik allemaal niet hebben. Dit mag ik allemaal hier niet hebben. Ook al is het heerlijk, mag ik niet hebben. Nogmaals. Helaas. Jammer. Weg wat. Joep. Slaapkamer. Dat betekent dat ik dus ga slapen. Dus, vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Dat zou ik heel tof vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.